waarom zing je dan op zo'n moment? De been is eraf hangen. Ja, lekker belangrijk, ik heb nog een. Ja, zo simpel is het gewoon. Kijk, als je het teen afgaat, dan zeg je ook van ik heb er nog 9 over. In het programma Oud Goud laten we zien dat er goud zit in levenservaring. Door corona rijden we dit jaar niet door Rotterdam, maar halen we de stad op een andere manier dichtbij. In deze drive-in bioscoop blikken 7 verschillende ouderen terug op hun leven en gaan we samen op zoek naar de levenswijsheid in hun verhaal. Dit is Harry Voort. Jarenlang taxichauffeur geweest in Rotterdam en kent het stratenboek uit zijn hoofd. Harry is recht voor zijn raap, maar heeft een hart van goud. Hij leeft het leven met volle teugen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ondanks alle tegenslag blijft hij lachen en zingen, want muziek is zijn lust en zijn leven. Hoe hij zo optimistisch blijft, dat vertelt hij in deze aflevering. Harry, welkom. Ja, hallo. Harry Voort. Ja. Niet in een T-Ford, maar je hebt je eigen mobiel meegenomen. Mijn eigen cabriolet. We gaan kijken naar Marcia, want Marcia staat op een plek waar jij heel wat uurtjes hebt doorgebracht. Ja, Chris, ik ben op een plek waar veel mensen tegenwoordig foto's maken van het nieuwe, moderne Centraal Station van Rotterdam. Ja, vroeger was dit echt een plein waar het heel druk was. Hè. De trams reden hier over dat voorplein en de bussen. De taxistandplaats recht voor de uitgang van het station. Dit was de plek waar het openbaar vervoer of het vervoer van Rotterdam samenkwam. En je weet het, hè, Chris, metro met een teringgang Rotterdam onderdoor. Harry, het is nieuw geworden en mooi geworden, maar wat heb je allemaal voor mensen in je taxi gehad? Heb je beroemde mensen in je taxi gehad? Verschillende. Noem er eens één. Gerard Koks. Ja, joh. André van Duin. Benny Nijman. Wat zei je dan tegen André van Duin? Gewoon niks normaal, gewoon lullen waar hij te... Hij begint zelf, 9 van de 10 keer beginnen passagier zelf. Ja. En iedereen denkt dan van André van Duin, dus alleen maar lachen. Deze man heeft ook een hele serieuze kant. En dat zie je dan in een taxiwereld, zie je dat. Benny Nijman, ja. Dan ontmoet je de echte mens. Ja, als je in een taxi zit. Kijk, ik heb wel eens gezegd, en dat blijf ik zeggen, taxichauffeur kan je nooit worden. Je kan leren auto rijden, je kan de stratenkennis doen. Maar als je niet met mensen om kan gaan, kan je nog een taxichauffeur worden. Want of je nou met, een directeur praat. Of je praat met Jan met de pet. Het zijn allemaal mensen en het zijn allemaal klanten en je hebt ze gewoon allemaal correct te behandelen. Ja. Klein voorbeeldje, wat ik het leukste altijd vond, als je dan werd ik weggestuurd naar een kapperszaak. Dus dat omaatje van 93, daar ging ik, en het regende, daar pakte ik een paraplu, daar liep ik de kapperszaak binnen. Het eerste wat ik zei, en welke schoonheid die gaat vanavond met me mee naar de disco? En daar stond zij op en dan kon ze haast niet lopen, want ze had vaak een rollatortje bij haar. Toen gaf ik ze een arm. Ze wist niet wat ze meemaakten. En een parapluutje omhoog, want anders werd de haar vies. Ja. En dat wordt wel eens vergeten, maar dat zijn dingen. Daar draait een oude taxichauffeur, die weet precies wat ik daarmee bedoel. Ja. Dat is de service die je geeft. Ja. En of je dan een half uur bezig bent met een klant, of je bent 2 uur bezig met een klant. Op dat ogenblik heb je het gevoel van, we hebben wat gedaan, saampies. Harry, we gaan kijken naar een video van iemand die jij goed kent en die een boodschap voor je heeft, die jou iets wil vertellen. Oké. Dag Harry, makker. Joris. Het is mijn voorrecht om even jou wat te mogen vertellen, om het woord tot jou te mogen richten. We kennen elkaar ruim een jaar of 10, wellicht nog langer zelfs.
We hebben elkaar leren kennen doordat ik op een gegeven moment bij jou binnenstapte met een krat of twee tassen van de voedselbank. Ik kan onze eerste ontmoetingen kan ik nog redelijk goed herinneren. Het waren bijzondere ontmoetingen, het waren mooie ontmoetingen. En al snel vonden we elkaar en deelden we veel met elkaar. En je vertelde je levensverhaal aan mij. En ik mocht er voor je zijn. En dat heeft me altijd, die heb ik bijzonder gewaardeerd. En ik vond het ook wel bijzonder hoe je mij daarin ook vertrouwd hebt. En het, je bent een bijzonder mens, ook voor mij geworden. En je bent wel van het type ruwe bolster, blanke pit. Gewoon grote bek, klein hartje om het zo maar op z'n Rotterdams te zeggen. En dat waardeer ik enorm. En je openheid naar mij toe, hoe het leven delen, hoe je deel uitmaakt van onze community. Boeiend, hoe je daar heel trouw aanwezig bent. En dat vind ik mooi. Ik vind het ook bijzonder hoe je jezelf eigenlijk ook uit de schulden geholpen hebt. En dat vind ik echt lovenswaardig. En ik heb je leren kennen als een bijzonder mens. En ik hoop dat je een mooi, rijk, gezegend leven gaat hebben nog verder. En ik hoop er zo nog deel van uit te kunnen maken. Want ik waardeer het ook enorm hoe ik deel mag zijn van jouw leven. En ook hoe jij deel bent van ons leven. En dat waardeer ik. Ga je goed. Big virtual hug. En God zegen makker. Denk je? Ja, dat is mooi. Ik zie dat het je raakt. Natuurlijk. Ja, wat raakt je dan? De vriendschap. Kijk, Joris is natuurlijk een wereldfant om te beginnen. Maar hij geeft zoveel liefde en vriendschap terug. Daar hou ik van. Hij is ook recht door zee. En hij is net zo gek als dat ik ben op sommige punten. Maar hij blijft wel, moet ik het zeggen. Hij blijft zichzelf. Ik ben door Joris wordt naar het geloof gegaan. Hij heeft nou ook een bepaalde groep, dat is lekker boeiend. Als je bij elkaar komt, hij legt in iets neer en dan ga ik kijken wat wij ervan vinden. Dus niet wat de Bijbel zegt, maar wat de mensen die in die groep zitten, wat die ervan gaan vinden. Ik zeg wel eens, af en toe ben ik in een gelovige op wieltjes. Maar, wat bedoel je daarmee? Dat je dus op een gegeven moment, zo'n geloofsboek is voor mij niet de manier van leven, het is een richtlijn. En bij Joris is het precies andersom. En toch klinkt dat goed. Wat betekent God voor je? Ja, dat is moeilijk. Aan de ene kant troost. En aan de andere kant zeg ik, waar vergrijp je niet in sommige punten? Zeg je dat tegen God? Jawel. Ik zeg meer dingen tegen God wat niet voor de camera goed is. Maar ik denk dat je moet het maar eens zien als een uitlaatklep. Ja, dat je je emoties kwijt kan. En dat je dan hoopt dat je daar een reactie op terugkrijgt. En dan hoeft het niet te zijn rechtstreeks naar jou. Maar dat je ziet in de omgeving wat er gebeurt. Heb je wel eens iets gezien van wat je dan terugkrijgt? Ja. Geef eens een voorbeeld. Zoals wat er nu gebeurt in Israël met de Arabische landen. Dat ze dus overal langzamerhand begrip krijgen voor elkaar. Daar heb ik jaren geleden al voor gebeden. Dan blijven we bidden, want het is een mens, of je nou wat voor geloof je ook aanhangt, een mens is altijd naar elkaar toe, moet altijd naar elkaar toe groeien. Ja, en niet wat je van die halve zool hebt. En of je nou christen, moslim, weet ik van wat ben, maakt mij even niet uit. Als jij mensen gaat belagen, omdat ze het niet eens zijn met je geloof, dan ben je van mij niet goed bij je hoofd. Simpel verhaal. En dat durf ik. Ik woon in een moslimgemeente, in een moslimwijk. Nou, ik heb nog nooit met die mensen enige problemen gehad. We praten met elkaar. We zorgen. Als er wat aan de hand is, je helpt elkaar. En zo hoort het te wezen. Wat jij nu zegt, wat kunnen wij als mensen daarvan leren? Nou, openstaan voor anderen. Niet elkaar beoordelen op de uiterlijk. Of dat je op een gegeven ogenblik, omdat je een hoofddoek draagt, dat je dan anders bent. Harry, je houdt van muziek, je zingt en toch zit je hier met één been. Kan je dan nog blijven zingen als dat soort dingen je overkomen? Ja. Mijn been ging eraf. Ik heb 6 dagen of 5 dagen op IC gelegen. Waarom moest je been eraf? Ik had een balk op mijn teen gekregen. En ja. met helpen.
En er is een opgegaan, ik moet meteen eraf. Nou, niks aan de hand. Alleen er sloeg een bacterie in het ziekenhuis in. En dat was een vleesetende bacterie. Dus je ging van, dan word je heel zwaar en dik en ziek. Toen gingen ze een MRI-scan maken. En toen zagen ze alles van binnen bewegen. Dus s'avonds om 10:30, let op, s'avonds, om 10:30 lag ik op de operatietafel. En ik ben mijn been geamputeerd. En ik werd 5 dagen later pas wakker. En toen ben ik overgeplaatst naar de Clara ziekenhuis. En daar heb je dan, wat nu het zorghotel is, had je toen boven de 10e etage. En ik rookte toen en dan ging ik naar beneden om te roken. En dan zag ik die mensen. En dan moet je je voorstellen, je bent dus verschrikkelijk zwaar. Je kent alleen maar een korte broek en een t-shirt dan in februari, dat is hartstikke koud. En hier op die stomp zit een grote vacuumpomp en dan zie ik het beginnen te zingen van... Oh, had ik maar 2 benen. En dan moet je die mensen zien lachen. Want die mensen schieten in de lach van die reuze die is gek. Waarom zing je dan op zo'n moment? Je been is eraf, Harry. Ja, nou, lekker belangrijk. Ik heb er nog één. Ja, zo simpel is het gewoon. Kijk, als je het teen afgaat, dan zeg je ook van ik heb er nog 9 over. Nou, en ja, voor mij is zingen een troost. Daar kan je ook een hoop, hetzelfde als in het geloof, kan je ook met zingen een hoop emoties in kwijt. Ik ben gewoon, als je niet zingt, dan leef je niet. Dat is hetzelfde als je niet lacht. Je ziet van die mensen die hebben een gezicht als een zuurpruim. Dan denk ik van, ja jongens, geniet van het leven. Vandaag heb je alles en morgen ben je kwijt. Volgens wat ik ook terughoor in je verhaal, vind een uitlaatklep. Ja. Lach, zing, doe iets. Ramse Schaffi die zong dat toen van, zing, lach, huil, win. Lach, werk en bewonder. Nou, dat is het mooiste remedie die je kan hebben. Niet zonder ons. Aan het eind. Niet zonder ons. Nou, die zijn allemaal samen. Simpel vooral. Dankjewel, Harry. Oké. Bedankt voor dit gesprek. Wilt u nu dagelijks dit soort levenswijsheden ontvangen per e-mail? Dat kan en dat is helemaal gratis. Verschillende schrijvers staan klaar om u dagelijks te inspireren met mooie en persoonlijke verhalen. En als u zich vandaag inschrijft, ontvangt u morgen al een persoonlijke boodschap van Harry. Ga naar oudgoud.org en schrijf u in.